Meneer Philips Dont uitgenodigd. CEO of algemeen manager bij Club Brugge? General manager. General manager. Laat ons maar zeggen de grote baas. Daar komt het op neer. Er wordt de basis op het operationeel niveau natuurlijk. En we hebben u nog maar weinig gezien op tv. Hè? Zo is dat, ja. Nog is dat de eerste keer? Niet echt, nee. Maar nee? Ik hou me liever op de vlakte, op de achtergrond. Ja, zo zijn ze allemaal een beetje bij Brugge. Hè? Ook Michel Dove. Die heeft u trouwens persoonlijk aangeworven, Michel Dove? Nee. Ik ben ondertussen 6 jaar actief op Club Brugge. En Michel Dove is pas 4 jaar voorzitter van Club maar Brugge. Maar om u in deze eens op te zetten? Nee, eigenlijk tot voor kort, laat ons zeggen, tot eind januari. Was Club Brugge is een organisatiestructuur, een afwet op de piramide met dus een bedrijfszuil en anderzijds een sportdepartement. Ik denk dat hij een beetje te bescheiden is, hoor. Dus Philips Dont was de man die in Brugge in 2000 de locatie beheerde voor het EK. En toen al heeft Michel Dore dat gezien, hoe goed hij dat deed, en heeft hij gedacht, dit is de man voor Club Brugge. Het heeft nog lang geduurd, heer dan. Het heeft nog lang geduurd, ja. Maar goed, wat? Is het crisis in Brugge? Het is uiteraard niet goed. Is het crisis? Wij hebben op dit moment 46 punten. Als we de statistieken bekijken van de voorbije 10 jaar, hadden we gemiddeld aantal punten van 75. Wij hebben vandaag nog 6 wedstrijden te gaan. We kunnen dus maximaal op 64 uitkomen. Dan moet je uiteraard zeggen dat je niet goed bezig bent. Misschien geen Europees voetbal. We hebben nog altijd 2 mogelijkheden. Misschien wel, misschien niet. Dus dat is het goede. Dat er ondanks de slechtere seizoen nog 2 mogelijkheden zijn. Wat is het probleem bij Club Brugge? Ik denk niet dat het zozeer een voetbaltechnisch probleem is. Wij spelen de eerste wedstrijd van het seizoen, Club Brugge AA Gent 5-0. Wij spelen tegen Standaard 70 minuten Standaard van de mat. Wedstrijd tegen Anderlecht, ook heel degelijke prestatie. Dus voetbaltechnisch, zit het wel goed. Dan is het pas heel erg natuurlijk, hè? Wat is het dan wel? Er zijn, denk ik, een aantal directe factoren en dan een dieperliggende grond. Directe factoren zijn uiteraard de kwetsuren. Vergeet niet dat Elrio van Heerde... Die zijn er overal, hè? Ja, die zijn er wel, maar de spelbepalende figuren. Elrio van Heerde heeft de heenronde niet gespeeld, gekwetste juli, die toch voor Club Brugge een spelbepalend figuur is. We hebben Mike Klukowski, die amper 10 wedstrijden heeft gespeeld. Koen Daarde, die zich kwetst bij het training van de nationale ploeg, die net erdoor kwam eigenlijk. We hebben ook de factor van de laatste minuut. Tegen Roeselare. Dat is voor iedereen hetzelfde. Maar wat is het dieperliggend probleem? Dieperliggend probleem dan, inderdaad, denk ik, is eerder een mentaliteitsprobleem. Het niet kunnen opladen voor de zogezegde mindere wedstrijden, denk ik. Bij de spelers? Bij de spelers, ja. Ja, je hoort daar allerlei geruchten over uit de kleedkamer. Dat sommige spelers zeggen, ballenban bijvoorbeeld, ik heb geen zin in te trainen. Klopt dat? Klopt dat. En anderen misschien aansteekt dan? Ja, dat klopt. Dat kan kloppen, inderdaad. Ik ga dat niet bevestigen of niet ontkennen. Weet je wat in de kleedkamer omgaat? Tuurlijk weten wij dat. Dit is in eerste instantie de bezorgdheid van de trainer en de taak van de trainer om dat onder controle te houden. En dan de sportmanager, Luc De Vroe, die dit moet gaan sturen en rapporteren naar de directie-generaal van bestuur toe. Maar wij weten uiteraard wat beweegt. En we zijn er ook van overtuigd dat een heel aantal spelers echt wel die goede mentaliteit hebben. Mm-hmm. Maar een aantal, denk ik... Slechte mentaliteit. Geen slechte mentaliteit, maar waarschijnlijk of iets te weinig beroepsernst, denk ik. Dus dat is toch een slechte mentaliteit voor een voetballer is dat een slechte mentaliteit. Ja. Zo is dat, ja. Maar is er ook niet een communicatieprobleem als je met alle respect ziet wat er allemaal uitgebazuind wordt? Bijvoorbeeld door Luc De Vroe, die zegt, ik ga ze uit de discotheek halen, ik ga met de belofte spelen, er moeten er 6 weg. Ja, wat voor signalen zijn dat eigenlijk naar die spelersgroep toe? Ik denk dat dergelijke uitspraak als, ik haal ze uit de dancing, dat het getuigt van eigenlijk, van kijk jongens, ik wil er alles aan doen om die club er bovenop te helpen, 1. 2, is het ook een heel duidelijk signaal naar de spelersgroep toe en naar onze supporters toe, want die mensen weten dat eventueel ook wel. En het zou getuigen van naïviteit als je dat zou ontkennen. Dus in die zin, dan er moeten er 6 weg. Uiteindelijk is die uitspraak gerelateerd aan onze beslissing om volgend jaar verder te gaan met 26 spelers. 3 keepers, 3 jongeren en dan 20 de 10 posities dubbel bezet. Ja. Dus we hebben er nu volgend jaar 28 onder contract. Als er daar 2 bij komen, is dat 30. Min 4 moeten er 4 weg. Maar is het probleem niet? Ik zie, als ik naar Club Brugge kijk, ik zie een kiekenkot zonder haan. Al die uitspraken, Janevski bijvoorbeeld, Luc De Vroe geeft een duidelijk signaal, we moeten met die man doorgaan. Een week later raad van bestuur, afwachten. Ja, zo ondermijn je toch het gezag van die trainer in de spelersgroep.
De beslissing is genomen bij Club Brugge om eind maart een eerste evaluatie door te voeren over de trainer, over Sedo Janevski. Wie moet dat evaluatierapport voorleggen? Uiteraard Luc de Vroeg, de sportmanager. Mm-hmm. En dan heeft de Raad van Bestuur dat rapport aanhoort, de plussen en de minnen eventueel. En dan is de Raad van Bestuur die daarover beslist. Dus de Raad van Bestuur heeft gezegd van kijk jongens, we gaan dit rapport in beraad houden. We gaan ons gezond verstand gebruiken en nog even afwachten. Ja, dus wij willen ons eigenlijk niet meer vastzetten op een datum. Ik lees ook in de krant, Brugge gaat nu voor 4 toptransfers. Mm-hmm. Klopt dat? Wij zijn met heel concrete en diverse pistes bezig. Wij geven daar geen rugbaarheid aan, want dat, u weet dat evengoed als ik dat bemoeilijkt, de gesprekken natuurlijk. Maar er wordt heel hard gewerkt om op de cruciale posities vier, in het elftal. 4 toppers binnenhalen? Het zal moeilijk. In de mate van het mogelijke, maar wij zijn een gezonde vereniging. Wij hebben de middelen en we willen die middelen vrijmaken om volgend jaar weer heel sterk voor de dag te komen. En dit seizoen nog proberen maximaal eruit te halen. 4e plaats in die beker van België. Mm-hmm. Er is ook een gesprek dus geweest. Klopt dat tussen u en enkele topspelers? Wij hebben vrijdagmiddag een gesprek gehad met de spelersraad. Aangevuld met de kapitein, de trainer, Luc de Vroeg en de voorzitter. Ik moet zeggen, dit was een krachtig gesprek. Ja. Waarbij de spelers werden gewezen op hun plichten. Ja. Die eigenlijk evident is. Hè. Ik moet ook zeggen, de jongens die daar zitten, zijn dan eigenlijk natuurlijk, zij representeren de... Ik veronderstel dat Vermand daarbij zit. Dus als kapitein zit daarbij. Als je aan één speler niet kunt verwijten, is het precies... Anderzijds is het zo dat zij die boodschap nog eens uitdrukkelijk moeten overbrengen naar de spelersgroep. Hè. Dat is één. En we hebben hen heel sterk gewezen op, kijk jongens, het is een zwak seizoen, een minder seizoen. Maar er zijn ondanks alles toch nog mogelijkheden. Laat nu de kop niet hangen, want... Ja, goed. We gaan afsluiten met een vraag die ons nog bezighoudt. Hè. De trainer natuurlijk. Janevski, dat hoor je, dat voel je, gaat niet blijven. Dat weet ik niet. Die beslissing is helemaal niet genomen. Dat je voelt twijfels. Hè. In elk geval, als hij twijfelt, dan zijn er, denk ik... Als hij blijft, dan zijn er fouten gemaakt. In elk geval is de geloofwaardigheid van die man in de spelersgroep zelf ondermijnd door de gebeurtenissen. Dat is jullie evaluatie natuurlijk. Maar nee, wij nemen rustig de tijd en we gaan met onze... Jackie Matthijssen. Stelt zich bijna medekandidaat. Het is inderdaad een open sollicitatie gisteren. Ja. En het getuigt ervan dat voor toch een van de toptrainers in België, Club Brugge nog altijd een zeer waardevolle ploeg is. Dat is mooi voor ons eigenlijk. Het zou goed zijn misschien zo'n Matthijssen. Oh, dat moeten wij... Strenge trainer. Hè? Ja, dat moeten we... Want weet dat hebben die vedetten nodig, blijkbaar. Zegt, sorry. Die vedetten hebben een strenge trainer nodig. Misschien wel, ja. Misschien niet. Misschien, laten we zeggen, de Raad van Bestuur zal daar de gepaste tijden over beslissen. We zijn uiteindelijk nog altijd maar halverwege april. We hebben nog 2 maanden half vooraleer een nieuwe seizoen begint. Dus we nemen rustig onze tijd en we zullen de nieuwe evaluaties bekijken. Meneer Don, bent u gelukkig bij Club Brugge? Absoluut, ja. En hij zal nog wel een tijd blijven zitten, na alles wat er gebeurd is, neem ik aan. Ik heb gelezen dat hij de zoon is van een begrafenisondernemer. En dat hij die in de stiel wou blijven, dus... Dat klopt. Vooruit dan, mannen Brugge, nee. Dankjewel. Meneer Don.